Volging 36. We gaan marmeren. Het water moet op kamertemperatuur zijn. En dan druppelen met Jaap. En soms moet je engelengeduld hebben, want dan valt het drupje niet. Als een drupje niet valt, dan tik je even licht op het water. Op het water. Word je dichterbij zetten. Ons eten bevat steeds minder zout en onverzadigde vetten en wordt dus gezonder, blijkt uit onderzoek. Ja, kijk, daar gaat hij. Meer in brood nog te veel zout en in aardappelproducten te veel vet. Dat is nu verbeterd, zegt onder meer het voedingscentrum. Oh, dit is wat wel gaaf. De productie bij vleesverwerker Willy Zelten in Oss is stilgelegd. Die doos is zo leuk. Ja. Gesjoemel met paardenvlees. Vanwege de kou kunnen dak- en thuislozen in de vier grote steden vanaf morgen weer terecht in de winteropvang. Voor de vierde keer deze winter worden wegens de vorst extra opvangplaatsen ingericht. Een kindermoordenaar Mark Dutroux wordt straks of die onder elektronisch toezicht vrijkomt. Experts denken van niet. Het weer in het noorden vooral veel bewolking. In de rest van het land ja, helemaal goed. De zonnige plaatsen kan het een graad of 7. Een beetje shaken. Dan wordt die groter. En tot zover het ANP nieuws. Kijk, het hele bekertje moet bedekt zijn. Helemaal goed. Als je meer lak aan je kwastje doet, dan gaat het allemaal net iets makkelijker. Kijk. Oh, die oranje is niet fel, hoor. Ja, die is toch cool. Leuk zo'n nieuwsverslag op de achtergrond. Wat? Leuk zo'n nieuwsverslag op de achtergrond. Echt, hè? Ja. Hadden beter dus een liedje op kunnen zetten of zo. Ja. Het druppeltje moet dus in het midden vallen, anders mislukt hij. En dat gebeurde dus net bijna. Maar gelukkig heeft Peter aan vaste hand. Oh. Oh, soms ben ik echt dom, hè? Nee, we gaan hartstikke goed. Zie je, het rijdt ze vast. Dat is zo grappig. Kijk, dit is het laatste rondje. Gewoon in de blauwe weer. Druppelen. Even het bekertje bewegen, heel iets. Het rondje is iets te klein. Kijk of hij groter wordt. Dit is nou een leuk liedje. Kijk, dit is een goed nummer inderdaad. Nou ja, probeer hem er maar in die roze. Oh, niet te zuinig met de lak. En engelen geduld. Oh, ik kan er wel in kijken, weet je dat? Nou, dan gaan we tekenen. Een tekenen doen we met een houten stikje. Waar is dat houten stikje? Oh, daar. Ja. En meestal begin je dan in het midden en doe je een streep naar boven en een streep naar beneden. En eigenlijk kan je nou al stoppen, want dat is dus geniaal, dat stukje. Maar we gaan gewoon verder, want dat is leuk. Ja, helemaal goed. Ik zou er niet zo heel veel meer aan doen, hoor. Dat is wel gaaf. Je kunt in principe namelijk al met drie vingers kunnen al zetten. Ja. Oh, ik zou twee vingers doen. Nou, nee, is pink. Niet handig. Duim. Duim. Ga voor... Ja, maar dan kan je niet zelf school maken. Je moet het wel zo maken dat mensen het zelf kunnen. Nou, dan... ik zou gewoon die twee vingers achter elkaar proberen. Kijken of het lukt. Die pink en de ringvinger. Ja, kijk of dat wil. Nou, dan ga je dus een plekje zoeken. Wat vind je een mooi plekje? Ik zou zeggen, om het voor jezelf makkelijk te maken. Even kijken hoor. Zo. Ik ook wel zo. En dan doe je daar een vinger en daar een vinger.
moeder. Oh, dat gaat niet worden. Oh, je gaat... Ja. Nou, normaal doe je dus altijd plakband en een hele rattenplan op. Maar hebben we dus geen zin in. Dat doen we niet vandaag. Dan moet je je vingers naar achteren doen. Ja, heel goed. Vingers in het water laten. Water helemaal proberen schoon te poetsen. En dan doe je de vingers naar boven. En dan... Het resultaat. Wow, fut! Nou, dan moet je de rotzooi dus naar school maken. En dan ben je een uur verder.